Goedemiddag. Welkom bij de procedurevergadering van de Vaste Kamercommissie voor Financiën. We hebben een relatief overzichtelijke agenda, dus laten we snel beginnen. En dan kunnen we daar ook gewoon concrete besluiten op nemen. We beginnen met de regeling van werkzaamheden en er is niks ingediend voor dat agendapunt. Dus dat betekent dat we naar agendapunt 2 gaan. En dat is de besluitenlijst van de vorige vergadering. Heeft iemand daar nog vragen, opmerkingen of aanpassingssuggesties voor? Nee, dan is de besluitenlijst vastgesteld. Dat brengt ons bij de brievenlijst. Dat is ook een korte dit keer, met 6 zaken. Heeft iemand een opmerking of vraag over de brievenlijst? Nee, dan is ook die daarbij vastgesteld en afgehandeld. En dat brengt ons bij de reeds geagendeerde en behandelde stukken en brieven. Agenda punt 4 zijn de bevindingen en conclusies van het rapport over de onafhankelijke review naar de veiligheidssituatie LNG-project Mozambique. Dat heeft u kunnen betrekken bij het commissiedebat exportkredietverzekering en is daarmee afgehandeld. Agenda punt 5, stukken ter behoeve van het plenair debat over de planning van Belastingdienst in zaken de afhandeling van de toeslagenaffaire. Van 7 maart jongstleden gisteren dus. 3 zaken die u heeft kunnen betrekken bij dat plenaire debat en zijn daarmee afgehandeld. Agenda punt 6, stukken ter behoeve van het commissiedebat Eurogroep Ecofinraad van 9 maart 2023. Daar staan 3 voorstellen. Allereerst dat u deze stukken heeft kunnen of dat die zijn geagendeerd voor het commissiedebat en u die daar dus kunt betrekken. En het tweede voorstel is, en dat gaat eigenlijk wat verder vooruit kijken, of u bij voorbaat, dus bij deze procedurevergadering, al een technische briefing in wil plannen over de wetgevende voorstellen die er wellicht aan zullen komen over het Stabiliteits- en Groeipact. We hebben 2 rapporteurs, de heer Heijnen en Van Weijenberg. Maar we hebben in de debatten met de minister ook gesproken over eventueel de herziening van het SGP. We weten niet precies wanneer dat komt, maar als we nu in deze procedurevergadering alvast vaststellen dat we daar een technische briefing over zouden willen, dan kunnen we dat ook makkelijk in gang zetten zodra dat onze kant op komt. Dus dat is een voorstel en ik zie daar geen bezwaar tegen. Maar wel bevestigende non-verbale communicatie. Dus dan hebben we dat daarmee vastgesteld. En zullen we daarmee aan de slag gaan zodra dat opportun wordt. Agenda punt 7. Als onderdeel van de voortgang wet en regelgeving. Voorstel van de wet van de leden Tony van Dijk en Edgar Mulder tot wijziging van de wet op de omzetbelasting 1968 en de belastingwet BES in verband met het btw-tarief naar 0% voor voedingsmiddelen. Ter informatie, dit initiatiefvoorstel ligt bij de afdeling advisering van de Raad van State. Agenda punt, wij zeker, ja. Agenda punt 8, wijziging van de wet op het financieel toezicht, de algemene wet bestuursrecht en de faillissementwet in verband met de rechtsbescherming bij de afwikkeling van verzekeraars en enige andere verbeteringen in het kader voor herstel en afwikkeling van verzekeraars. We hebben daar een inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op woensdag 29 maart. Dus dan kunt u daar uw zienswijze op geven. En agenda punt 9, dat is een iets grotere wet, de wijziging van de wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de aanpassing van de kleine ondernemersregeling. Daarom hebben we de inbrengdatum voor dat verslag een week later op dinsdag 4 april gezet. Dat bent u allemaal met ons eens. Dus dan gaan we voort naar de stukken en brieven die als eerste zijn ondertekend door de minister van Financiën. Agenda punt 10. De voorkeursscenario invulling kapitaalbehoefte Tennet Duitsland. Als eerste ook weer 3 voorstellen. Als eerste moeten wij formeel als commissie ook vaststellen dat de vertrouwelijkheid van de ter inzage gelegde bijlagen voldoende gemotiveerd is. En ik zie daar geen bezwaar tegen, dus dan is daarmee de vertrouwelijkheid ook vastgesteld. Voorstel 2 is om het te agenderen voor het commissiedebat Toekomst Tennet Duitsland. En dat in te plannen zodra er een kabinetsstandpunt is. U ziet daar wat uitgelegd is wat nu de beoogde processtappen zijn volgens de minister. En we stellen ons zo voor dat na punt 5, de nieuwe Kamerbrief over het kabinetsstandpunt, dat dat een goede aanleiding zou zijn voor een commissiedebat. Tenzij u daar anders over denkt. Maar ik zie dat meneer Slootweg. Ja, ik vind het altijd wel opmerkelijk dat je onderhandelingen kunt beginnen zonder dat je van tevoren een standpunt hebt ergens over. Dus ik vind die volgorde nog wel. Je begint toch ergens met een inzet, of niet? Maar goed. U stelt mij een vraag waar ik geen antwoord op kan geven. Dat wilt u begrijpen. Maar u wilt hier vast ergens mee naartoe. U begrijpt dat ik dus wel, laat ik zo zeggen, wel heel erg benieuwd ben naar zo spoedig mogelijk de vragen te stellen. En dan komen we bijna bij voorstel 3.
Want ik denk dat dat, ja, wat dat betreft heb ik daar wel een aantal vragen over. Ik snap wat u zegt. Ik ga even verder inventariseren en dan kan ik daar ook een conclusie op trekken. Meneer De Jong. Nou, om een collega bij te vallen. Ik weet niet of het mogelijk is, maar ik snap natuurlijk dat het ongelooflijk ingewikkeld is om daar niet met de Kamer over te spreken voordat het bot er is. Dus ik kan me ook voorstellen dat we zeggen, we zouden wellicht een vertrouwelijk debat kunnen plannen voordat de onderhandelingen afgelopen zijn. Dan kunnen we ook, voordat het bot er ook ligt, om de Kamer mee te nemen in die beoordeling. Een suggestie. Anderen? Geen andere suggesties. Dus ik hoor in ieder geval de wens van meneer Slootweg, die we inderdaad in het derde voorstel hebben neergezet, om snel een aantal vragen te kunnen stellen. En dan ga ik er maar gevoeglijk even vanuit dat 14 maart voor meneer Slootweg snel genoeg is. Dan hebben we dat in ieder geval besloten. En dan daarnaast is dan de vraag eigenlijk van meneer De Jong om niet proces stap 5 af te wachten, maar al eerder een commissiedebat met de minister, maar dan in vertrouwelijkheid proberen neer te zetten. Vat ik dan uw verzoek goed samen? Ja, ik vat het goed samen. Alleen, ik probeer ook even met de commissie natuurlijk eruit te komen. Kijk, als de vragen die de Slootweg ook wil stellen en die worden goed beantwoord door het ministerie, dan is dat wellicht ook afdoende. Dan hoeven we niet een zwaar instrument als een apart debat. Het gaat natuurlijk wel over of die vragen afdoende worden beantwoord, zodat we ook alle informatie hebben om daarop het besluit te kunnen nemen dat we dit aan het kabinet toevertrouwen. Ja. Ik zie meneer Slootweg knikken. Wat ik u hoor zeggen, hangt ook een beetje van af inderdaad van de vraag, van de antwoord op de vragen. Dus laten we het stap voor stap doen, maar wel een beetje vooruitkijken. Dus die inbrengdatum, feitelijke vraag, houden we op volgende week. Dan gaan wij aan het ministerie vragen om ook een deadline na te komen voor het beantwoorden van die feitelijke vragen. Zodat we vervolgens dan in commissieverband kunnen kijken of we dat aanleiding vinden om een apart commissiedebat in te plannen. Misschien voor 23 maart, voor PV. Ja, dan kijken of ze binnen 10 dagen, zeg maar, dus anderhalve week, beantwoord kunnen worden. Want dan hebben we op 23 maart de volgende procedurevergadering. En dan kunnen we daar ook met elkaar een conclusie over trekken. Ik zie daar bevestiging van, dus gaan we dat zo in gang zetten. Agenda punt 11 is de aanbieding van een brief van de inspecteur-generaal van de inspectie belastingen, toeslagen en douane over knelpunten die zijn opgehaald uit de praktijk van sociaal raadslieden. Leek ons handig om dat te agenderen voor het commissiedebat Belastingdienst. Meneer Omtzigt. Helemaal mee eens, maar we gaan toch ook een gesprek met hem plannen, toch? Ja. Met de inspecteur-generaal? Ja. Ja, volgens mij staat dat ook bij agenda punt ergens in de 30 hebben we volgens mij een aantal ongeplande activiteiten. Daar staat heel goed om ze met beide te bespreken, maar dat is even, ik dacht van. Ja. Kom ik daar straks even op terug, maar dit agenderen we in ieder geval voor het commissiedebat. Agenda punt 12 is de vierde rapportage van staatsagent KLM. Die leek ons handig om te agenderen voor het commissiedebat staatsdeelnemingen. We verwachten eind april, begin mei, een nieuwe rapportage van de staatsagent. Meneer De Jong. Ja, voorzitter, mijn partij zou graag een schriftelijk overleg willen hebben over deze brief. Meneer Slootweg. Nou ja, ik had zelf feitelijke vragen, maar schriftelijk overleg vind ik ook oké. En dan zie ik daar verder geen bezwaar tegen. Dus dan doen we een schriftelijk overleg. En over de vierde rapportage staat agent KLM. En heeft u een bepaalde termijn waarop u die inbreng zou willen doen? 2 weken, dus dan redelijk. 2 weken. Gaan we dat zo in gang zetten. Agenda punt 13 is de vertrouwelijke presentatie van de technische briefing van 14 januari 2023. Ook hier een formele punt of we de vertrouwelijkheid van de ter inzage gelegde bijlagen voldoende gemotiveerd zien. Ja, dat is zo. Dan hebben we dat ook netjes verwerkt. Agenda punt 14 is de vijfde voortgangsrapportage van de kwartiermakers toekomst accountancy sector. Leek ons handig om dat te agenderen voor het commissiedebat accountancy. Dat staat nu op 30 maart aanstaande. Datzelfde geldt voor agenda punt 15. Antwoorden op vragen van de commissie over de vierde voortgangsrapportage, kwartiermakers toekomst, accountancy sector en onderzoek naar het audit-only model. Ik kom er straks bij agenda punt 30 nog even bij u op terug. Daar kunt u vast nu even over nadenken of u vindt dat het voldoende inhoud beschikbaar is voor dat commissiedebat. Agenda punt 16 is de stand van zaken toekomst van de Volksbank. Voorstel is om te agenderen voor het commissiedebat verduurzaming financiële sector toekomst van het bankenlandschap.
Ja, gaan we doen. Agenda punt 17. Verkennen instrumenten voor gerichte compensatie huishoudens kwetsbaar voor hoge energieprijzen na 2023. Voorstel om dat te betrekken bij het plenaire debat over de voorjaarsnota 2023... dat nu in potlood op 8 juni gepland staat. Ja, bent u eens? Meneer Omtzigt. Ja, ik zit met een paar kleine dingen in de aanpassingen. Ik zal er maar eentje noemen. Maatregel 6 is een maatregel lasten huurders. En dan gaat de regering overwegen om een huurkorting te geven bij huurders voor coöperaties met een E, F of G-label. Nou, daar kan ik op zich, snap ik waarom dat een te onderzoeken ding zou zijn. Maar als die maatregel onderzocht wordt, dan komen wij natuurlijk onmiddellijk de vraag over particuliere huurwoningen met diezelfde labels. En ik zou bij deze vragen gewoon één of twee dingen willen vragen. Van joh, als u dit gaat onderzoeken, en op zich nou, ziet het er best redelijk uit, zou u daar rekening mee kunnen houden? En anders komen wij achteraf over een paar maanden met de vraag van had dit uitgezocht? En dan zeggen ze onmogelijk, kan niet meer, snap ik. Dus moeten wij van tevoren niet even twee of drie van die opmerkingen maken? Alsjeblieft geen lappentekst, maar volgens mij zijn het gewoon twee of drie van dit soort tekortkomen die ik zie. Betekent dat eigenlijk een soort korte set feitelijke vragen naar aanleiding van deze brief? Ja, het is eigenlijk een kort SO dan, want het is niet feitelijk, want je wilt natuurlijk iets veranderen, het is politiek. Maar het is niet mega en het moet wel snel, want ze moeten wel gewoon beginnen met die verkenning, want de uitvoering is best wel ingewikkeld. Ik kijk even naar de andere commissieleden. Schriftelijk overleg met inbrengdatum volgende week. Ja, ja, ja. En dan ook weer de vraag om daar snel op te reageren. Ja, verkiezingsdag, voorverkiezingsdag. 14 of 16 maart? 14 is prima, joh. Ja hoor. Maar ik wil het ook wel namens een aantal doen. Het is gewoon van, wilt u met deze drie dingen rekening houden? Meer is het niet. Het is niet ingewikkeld dan. We organiseren een schriftelijk overleg over deze verkenning van instrumenten. Met als inbrengdatum 14 maart in de loop van de middag. Dat brengt ons bij agenda punt 18. Stand van zaken financieel-economische effecten Fit for 55 pakket ter bespreking. De vraag is eigenlijk of u een commissiedebat over dit onderwerp wil. Meneer de Jong. Ja, voorzitter, met die afspraken die in december bereikt zijn, volgens mij hebben we genoeg gesprekstof, dus ik zou het debat graag door laten gaan. Meneer Itzinga. Ja, het debat zeker door laten gaan. De vraag is alleen of het een maandje later kan, omdat we dan ook meer informatie hebben rondom IBO, klimaat en allerlei andere rapporten die ook aangekondigd staan in de brief van de staatssecretaris. Dus dan is het denk ik efficiënter om het goed te doen en dan zou ik ervoor pleiten om het eind mei te doen. Mevrouw van Dijk is het daarmee eens. Dus dan hoor ik dat we inderdaad een commissiedebat over de financieel-economische effecten van het Fit for 55 pakket gaan organiseren. En dat de wens is om dat in de loop van de maand mei. Ja, het punt van de maand mei is dat er altijd heel veel christelijke feestdagen zijn die ook tot nationale feestdagen zijn. Ja, laten we zo bij agenda punt 30 is het ook weer even kijken naar wat er allemaal staat. Maar ik hoor de wens van meneer Itzinga en die door de commissie wordt ondersteund om het op een moment te doen dat er nog wat meer informatie ook over aanpalende fiscaal-economische, financieel-economische effect is. Agenda punt 19. Antwoord op vragen van de commissie over het rapport BTW op grensoverschrijdende digitale diensten handhaving door de Belastingdienst voor kennisgeving aannemen. Dat voor kennisgeving aannemen geldt ook voor agenda punt 20, aanpassing, percentage, belastingrente, VPB en bronbelasting. Oh nee, toch niet. Meneer Itzinga. Ik zou graag op punt 20 een SO willen houden. Een schriftelijk overleg. Ik zie daar nog verbale instemming mee. En heeft u een wens over de inbrengdatum daarvan? Nee, geen specifieke wens. 2,5 week of zo? Ja. We gaan een mooie datum verzoeken. Agenda punt 21 is de onderhandeling van belastingverdragen. Ook dat zouden we eigenlijk voor kennisgeving willen aannemen. Meneer Itzinga. Hetzelfde verzoek, een SO graag op dit punt. Ik was altijd blij dat wij onderaan de lijstje staan met een aantal acties. Ik kijk even rond of er bezwaar tegen is. Nee, gaan we stijgen op de lijstjes. Een schriftelijk overleg. En heeft u daar Nee, gewoon een standaard termijn, 3 weken of zo, prima. Meneer Omtzigt. Ik wil bij deze onderhandelingen graag het thema belastingverdrag met Duitsland
doen. En dan met name de belasting op pensioenen. En de 15.000 euro grens die in het belastingverdrag zit. Die levert heel veel pijn op. Die zit formeel niet in deze brief. Maar ik dacht, ik agendeer hem wel even. Dan kun je het er eens een keertje over hebben. Ja, als meneer Omtzigt wil verbreden, meneer Itzigen. Een steun voor dit verzoek van de heer Omtzigt. Ja, terecht punt. Ik zie dat de rest van de commissie daar ook mee in kan stemmen. Dus dan is de agenda iets groter dan alleen deze brief. Dat weten we te verwerken, waarschijnlijk. Is er een specifieke brief of een rapport of zo, meneer Omtzigt? Of is het gewoon een algemeen onderwerp? Wilt u 10 of 100 burgerbrief hebben? We weten de weg wel. Er is een actiegroep en het is een heel harde grens die erin zit, waardoor je van de een op de andere euro omswitcht. En dat is best wel vervelend. Dus, en iedereen die dat belastingakkoord zien heeft, die snapt precies waar ik het over heb. Prima, komt goed. Agenda nummer 22. De ICT bij de Belastingdienst agenderen. Sorry. Voor het commissiedebat. De Belastingdienst, meneer Itzigen. En ja, nog even dat vorige punt van de heer Omtzigt. Ik zou graag ook een brief willen hebben van de staatssecretaris op dit punt. Ter voorbereiding van de SO. Dat gaan we doorgeleiden en dan refereren we naar een aantal burgerbrieven. En dan moeten we even zorgen dat we antwoord hebben voordat het de inbrengdatum is. Dat kunnen we verwerken, hoor ik in mijn oortje. Agenda punt 23. Onderzoek van de rechtsbescherming in de wet op internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen, oftewel de WIB, ter bespreking. Want meneer Omtzigt heeft daar bij de vorige procedurevergadering van gezegd, laten we die even aanhouden. Dus de vraag is aan meneer Omtzigt wat hij met deze brief wil. Ja, een SO. En dat SO kan gekoppeld worden aan 21. Dat is een beetje half trapezewerk, maar of we kunnen het apart doen. Een aantal vragen, want een aantal van deze mensen voelt zich niet erg beschermd met deze oplossing. Ik zou voorstellen om het apart te doen. Kijken voor rond, er is wel steun voor zo'n schriftelijk overleg. En dan ook ergens 2 à 3 weken inbrengdatum. Kijken we even dat we niet 1 dag met 5 schriftelijk overleg inbrengen hebben. Ter ondersteuning van uw werk. Gaan we door. Nou, agenda punt 24. Toestemming voor deelname aan de technische briefing over de voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen vierde kwartaal. Voor kennisgeving aannemen, meneer Omtzigt. Ik wil graag in de conclusies opnemen dat ik niet heel blij was met het feit dat wij na het gesprek met de commissie werkelijke schade en na deze briefing de brieven van de BAK en het CWS kregen. En ik zou er graag een verklaring van de staatssecretaris over willen hebben. Want dat waren relevante brieven die gestuurd waren door de mensen met wie we in gesprek waren. En daar lag ook een beslisnota bij van een aantal dagen geleden, dus nog van vorige week. En we kregen ze een paar uur na die briefing. En ik denk dat ik andere vragen gesteld had als ik die stukken gezien had. Mevrouw van Dijk. Ja, ik wil me daar eigenlijk wel bij aansluiten. Dit gaat ook over hoe informeer je de Kamer. En dit was gewoon niet chic. Oké, dan gaan we dit mee doorgeleiden naar de staatssecretaris, zoals het mooi heet, en een reactie op vragen. Dat brengt ons bij agenda punt 25. De toezegging gedaan tijdens het commissiedebat douane van 19 januari over verlengde navorderingstermijn douaneschulden. Voor kennisgeving aannemen, ook toch niet, meneer Stira? Nee, zeker niet. Er is vorige week ook een belangrijk boek verschenen over dit thema. En ik zou graag een schriftelijk overleg willen voeren. Ik kijk even rond of daar bezwaar tegen is. Nee. Heeft u nog een speciale deadline daarbij in gedachten? Nee hoor, geen haast. Geen haast. Gaan we weer zoeken naar een datum, zodat u niet alles tegelijk op het bordje heeft. Eind van het seizoen doen we altijd de prijs voor de meeste aanvragen voor schriftelijk overleggen. Agenda punt 26. Voorlopige beoordeling Recovery and Resilience Fund betaalverzoek Spanje. Agenderen voor het commissiedebat Eurogroep Ecofinraad. Ja. De nacalculatie 2022 EU-afdrachten zoals dat op agenda punt 27 staat. Ook agenderen voor het Eurogroep Ecofinraad commissiedebat. Ja. En 28, de lijst met de EU-voorstellen. Met dank wederom aan de ondersteuning voor de behandelvoorstellen. En u zult niet verrast zijn dat we vragen u die behandelvoorstellen te volgen. Ja, gaan we doen. Agenda 29, aanbiedingrapport European Fiscal Monitor van de Raad van State. Dat zou u kunnen betrekken bij de behandeling van de nog te ontvangen voorjaarsnota.
Ja, gaan we zo verwerken. Dan komen we bij het beroemde punt, agenda punt 30. De reeds geplande commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en nota overleggen. Ik werp even een blik op eind mei, omdat meneer Itzega daar graag het eerder genoemde commissiedebat... hoe heet het ook alweer? Financieel-economische effecten van Fit for 55 zou willen zeggen. Maar u ziet daar al in de laatste week van mei er al twee staan. En de eerste week van juni ook weer eentje. Dat is ook de voorjaarsnota, is 8 juni waarschijnlijk. Dus ja. We gaan ons best doen. We gaan even kijken hoe we in die periode wat kunnen organiseren. Meneer De Jong. Ja, voorzitter, wellicht suggestie dat we even op kunnen halen wanneer wij de informatie mogen verwachten van de staatssecretaris. Dan zou het eventueel ook vroeger kunnen, mits daar ruimte is. En dan duidt u ook op die financieel-economische effecten van de Fit for 55-onderwerp. Ja. Dan gaan we even achteraan om te kijken. Meneer Omtzigt. Voorzitter, ik zou graag even aan het kabinet willen vragen wie zij willen afvaardigen bij het debat onder 9, het commissiedebat opvolging van het rapport Ongekend Onrecht. En ik zou het specifiek vraag willen voorleggen om aan de premier of die bereid is om te komen. Dat verzoek is gisteren inderdaad ook in de Tweede Kamer plenair besproken, maar inderdaad is een commissie aangelegenheid. Dus netjes dat u dat hier voorlegt. Ik hoor de vraag stellen aan het kabinet wie zij willen afvaardigen. Ja. Die vraag kunnen we stellen, zodat we op de volgende procedurevergadering eventueel daarop terug kunnen komen. Is dat een methode die werkt? Ja, want ik wil mensen hier niet overvallen. Dan weten we wat zij doen. En dan kunnen wij hier even over nadenken allemaal wie wij zouden willen hebben daar. Precies. Maar de expliciete vraag is natuurlijk... De verwachting is dat ik de twee staatssecretarissen en de minister-president... en eventueel de minister van Financiën, maar dat is minder nodig, zeg ik. Want dan zit je met vier en dat lijkt me een beetje too much. Voor een commissiedebat is dat wel ja. Bovengemiddeld. Ja. We gaan een vraag stellen en dan vermoed ik dat we bij de volgende procedurevergadering... daar een antwoord op hebben, zodat we daar ook met als commissie nader over kunnen spreken. Ik zei u bij agendapunt, ik weet niet meer hoeveel, ook nog eventjes over u dat commissiedebat accountancy op 30 maart wil handhaven. Daar is nu geen reactie op, dus dan laten we het gewoon staan. Maar nog even aandacht of het voldoende is. Dan zouden we daar de volgende procedurevergadering even op terug kunnen komen. Meneer Sloter. Ja, ik zou wel gewoon dat willen doorgaan volgens mij met dat voortgangsrapport. Heb ik in ieder geval voldoende voor 4 minuten om... Eigenlijk best aan de korte kant, dus nee. Prima. Nou, dat zoiets zocht ik. Dus dan laten we het hem staan. En meneer Slootweg wil het zeker dan houden. Dus dan hebben we geen enkele reden om daarvan af te wijken. Helemaal goed. Dank u wel voor die bevestiging. Agenda punt 31. Zijn er nog te plannen commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en notenoverleggen? De commissiedebat toekomst van box 3, de bovenste bullet, om maar zo te zeggen... daar is een brief onderweg, dus daar wachten we even op. Maar we vermoeden dat dat eind april mogelijk zou kunnen zijn. Dus kunt u daar ook even over nadenken? Nee, in de Kamer is het voorjaar begint in januari en eindigt in juli, is mijn ervaring. Agenda punt 32, de overige commissieactiviteiten. Iemand daar nog bij de procedurevergaderingen voor in uw agenda... dan op 22 maart staat een gesprek met de klokkenluider van Uberfiles gepland. Daar is tot nu toe nog te weinig animo voor. Dat betekent dat ik nog een reminder op de e-mailprocedure ga doen. En die gaat dan naar de dinsdagmiddag. Dus dat is niet de woensdag 22 maart, maar de dinsdagmiddag 21 maart. Dan weet u dat, kunt u daar eventueel uw collega's op wijzen... Want we hanteren gewoon een minimum aantal deelnemers. Agenda punt. Oh nee, en ook nog eventjes. We gaan 20 maart met elkaar naar de Belastingdienst. Dat is goed op ingetekend. Dus maar vergeet het dus niet, zou ik willen zeggen. Agenda punt 33. Ook voor uw agenda's en informatie. En 34, de plenaire debatten die nog op de lijsten staan. En agenda punt 35, de commissie, de brieven die zijn verstuurd en die deels dan wel nog niet helemaal beantwoord zijn. Nou, en dat is dan het einde van deze agenda.
Als niemand de rondvraag heeft en niemand heeft zich aangemeld voor de rondvraag, dus dat is dan zo. Dank ik u hierbij voor de gezwinde besluitvorming in deze procedurevergadering. Wens ik u een plezierige dag verder.